Oh mijn god, wat? Hij begint gelijk al. En wat? Oké, okay, mensen. Hallo en welkom terug bij een nieuwe Hunger Games aflevering. Een 8 wiet. Huh? Hoezo kom ik nou weer een 8 wiet? In ieder geval, ik wil jullie even gelijk beginnen uitleggen van deze server. Is helemaal vernieuwd, de server waar ik nu op speel. Het is super vaag allemaal geworden. En ja, het is gewoon echt even wennen. Want de lobby en alles is anders. En het manier van joinen. De maps zijn nog wel hetzelfde. En volgens mij is de Hunger Games ook nog wel hetzelfde. Maar het is gewoon echt super veel veranderd. En oh mijn god, een ex. En ik hoor dan mensen. Oh Tieten. Ja meneer, jij mag van mij dood. Jij mag van mij dood. Ja, gaan we gelijk al een eerste kill krijgen op deze nieuwe map, please. Laat het zo zijn. Wat? Oké. Hij is opeens weg. Maar in ieder geval, dat dus. Deze hele server is vernieuwd. En een ander ding is dat ik wat halfjes ben. Ja, ik heb een redelijk droge keel. Ik heb een redelijke kriebelhoest. En hier lopen twee mensen. Oké, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Jij gaat dood. Nee, ren nou niet weg. Doe nou, ren nou niet weg. Nee, kut, ik spot ze. Oh, what the fuck, joh. Rennen. Rennen, toe, toe, toe. Ik wil hem hebben. Oh mijn god, als ik hem nu kan doden, dat zou ik best wel fijn vinden. Oh mijn god, please, ga ervoor. Ga ervoor. Ja, je haalt het wel. Je haalt het wel. Kom op, ja, oké, nee, nu heb ik hem geholpen. Shit, sorry, nee, maar, what the fuck, er is gelijk al allemaal actie en zo gaande. Maar in ieder geval, ik ben 20 minuten bezig geweest met het joinen van dit potje. Het werkte voor gemeten. En het andere wat ik nog even wil zeggen is dus wat ik net al zei, ik ben wat half. Het kan zo zijn dat ik ga hoesten en ik ga proberen wat rustig aan te doen over het algemeen, want het is dat ik me niet helemaal 100% voel. Maar oké, okay, dat dus. En kut, oh kut, oh kut, oh kut, nee, toen niet, fuck, nou. Dat was weer een leuk eerste potje, jongens. In ieder geval, de hele server is dus veranderd. En dit dus, ja. We gaan wel naar het volgende potje, echt waar. En ik hoop dat jullie deze video toch nog leuk vinden. Ondanks dat ik niet helemaal 100% ben, ja. Oké, mensen, ik was even bezig met wat anders. want het werkt voor gemeten, deze hele server niet. Ik zat even op mijn keyboard te spelen, omdat ik toch de hele tijd uit de lobby word gekikt. Maar opeens doet het potje het blijkbaar wel. Dus ik heb even niks uit de middelste chester gehaald. En we gaan nu maar weer gewoon proberen een potje te spelen. En die chest is al gelegen, dat dacht ik al. In ieder geval, ik ga hopen op iets goeds en op iets moois. Ondanks dat de hele server is verneukt. Ja, nou, dat zien we wel. Ik ga gewoon lekker spelen. Nou, en dan loopt er weer iemand met volledige armen. Hey, een chest die niet leeg is. Eindelijk. Jongens, ik heb er super lang naar moeten zoeken. Maar we hebben eindelijk een chest van spullen. En nog een chest met spullen. Daar, hey. We komen er wel. Alleen een beetje met wat kleine stapjes. Maar hopelijk kunnen wij nog iemand doden in deze aflevering. Ja, ik zeg in deze aflevering dat ik niet heel veel vertrouwen heb. Maar vertrouwen moeten we wel blijven behouden, Melvin. Dus niet zo negatief praten over jezelf. Nee, gewoon kijken of je... Hey, kijk, spullen. Oh. Dat is wel heel lief voor die van die persoon die dat heeft achtergelaten. Dankjewel. jongens, vet random dat ik dat er zo vind, maar oké. Ik heb trouwens ook voedsel nodig en dat heb ik niet. Nee, dat is mooi kut. Nou ja. Oeh. Hoe kan die chest nog niet geleeg zijn dan? Nou ja, in ieder geval, ik heb mooie spulletjes. Ik zal even mijn dingetje herordenen. Ik zal even dit visje eten. Dankjewel. En ik zal even kijken of ik hier beneden die chest kan krijgen. Ik vind dat echt een raar geplaatste chest. Hoe kan je die ooit krijgen? Daar zit ik er echt over na te denken. Ja, er is niet echt een techniek voor volgens mij. Nee, die is er gewoon een beetje als afleiding. Nou ja, ik ga deze ook even openen. En dan hoop ik dat ik zometeen iemand mag doden. Zo, ja hoor. Check even wat ik hier allemaal al kan dragen, jongens. Oh. We gaan goed, joh. We hebben goede chassis die we vinden. Nou, dit kan niet slecht. En hey, jongens, moet je kijken wat we allemaal hebben. Het is nu alleen nog maar een kwestie van het goed gebruiken van het spul dat we hebben. En dat gaat bij mij meestal fout. Maar hey, we hebben redelijk goede spulletjes. Yes, en daar ben ik blij mee. Ja, hopelijk gaan we winnen ook. Nou, ja, daar gaan we voor. We gaan voor de overwinning. Het zal wel heel awesome zijn als het lukt. Oh, kut. Er komt iemand aan. Oké, schiet. Schiet! Hoe kan ik dat nou niet raken dan? Hoe de fuck? Wat? Lek! Lek eerste klas! Lek eerste... Wat een gigantische lek was dat. Wauw. Nou, ik zie je wel bij het volgende potje, want dit was ook weer... Ik ga dit twee keer terugzien, minimaal. Echt, what the fuck. Sowieso lekt die hele server nu trouwens. Even super random tussendoor. Het lekt echt gigantisch erg vergeleken met die voor. Dus ja...
En eindelijk zijn we aangekomen bij het derde potje. Wauw mensen, deze server is zo zwaar geglitst, echt waar. Ik heb met moeite het derde potje mogen bereiken. We hebben in ieder geval wel gelijk chain boot en een iron helm. Oftewel redelijk goede spulletjes. We hebben een diamond waar wij ons ook redelijk mee kunnen vermaken, denk ik. En ja, laten we maar gaan beginnen en kijken of we iets goeds uit het potje kunnen halen. Oh mijn god, maar ik heb zo lang moeten wachten hierop. Dan moeten we ook dit goed gaan maken, jongens. Echt waar. En niet dat we zometeen alweer dood zijn, want dan heb ik niks van dit 20 minuten weer lopen kutten om een potje te kunnen joinen. Want echt waar, ik ben 20 minuten bezig geweest. Het is echt immens. Het is echt bizar zelfs. Ja, maar oké. En we hebben gelijk al een pijl en boog. En we hebben een leather tunic en dingetjes. Oftewel, goede spulletjes. Oh mijn god, er staan mensen. Oh mijn god, ik hit ook nog iemand. Wat, heb ik hem nou gekild of niet? Nee, ik heb hem niet gekild. Oh my... Oh... Dat was echt een briljant schot. Oh, mijn pijlen bogen zijn op. Nee, kut. Oh mijn god, dat was wel een briljant schot. Maar alsnog, ik heb helaas nu niks meer waarmee ik hem kan bevechten. Oftewel, dit gaat nog redelijk lastig worden. Jongens, ik ben weer echt één zware staat voor goal. Maar oké, waar is hij? Ik zie hem niet. Oké, nou ja, laten we maar snel wegwezen daar voordat hij mij in de rug neemt en dat ik dood ga. Want daar zit ik niet op te wachten. Nee, en fuck! Nee, daar loopt ook iemand. Waarom? Waarom moet ik nou weer echt zoveel ongeluk hebben? Kom op zeg. Toe, alsjeblieft. Daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, kijk, chest. Oké, laten we die snel even leeg. Oké. Zit er wat in? Oké, een axe. Het is een houten axe. Oké, een houten axe. Het is niet goed, maar het is iets. Het is iets. Oké, ja. Oh, kut. Ik hoor pijlen. Ik hoor motherfucking pijlen. You are fucking kidding me. Nee, waarom moet het nou weer pijlen zijn? Oh mijn god, ik heb 10 pijlen. Ik heb zelfs 10 pijlen, jongens. Oké, laten we hem gaan proberen te raken. Oh mijn god, waarom raak ik nou niks? Het is ook weer echt pure poep en alles. En oh mijn god. Wauw, echt such wow. Such a maze. What the fuck. Oké, als ik dit heel snel kan doen, dan ben ik echt een held. Oké. Oh kut. Tieten. Hit hem. Hoe de fuck kan ik dat nog niet hitten dan? Hoe dan? Ja, nou, dit is toch ook... Wat? Het is toch ook weer te bizar voor woorden, echt waar. Nou, ik zie jullie weer over 20 minuten voor een vierde potje. Godverdomme, dat is dan ook het laatste potje dat ik speel, want het is echt... Nou, kom op. Nou, het is ook niet te geloven, hè. Het vierde potje, het laatste potje en het is toch gewoon letterlijk hetzelfde level dat we hiervoor hebben gespeeld, echt waar. Nou, in ieder geval mensen, laten we nu hopen op goede dingen. Oh mijn god, ik heb een zwaard. Oké, gelijk attack, overal. Dat is één kill. En lag! Wauw! Zag die lag? Nou ja, ik ga hem ook doden. Dat is dan een cadeautje. Dankjewel. Zo, in ieder geval. We hebben een zwaard. Dat is redelijk goed. En voor de rest hebben we een roasted chicken. En hebben we een diamant. Kom op dan, kom op, hit hem. Ja, oké, hit. Oké, laat hem nog een paar keer hitten. Want hij heeft spul. Oké, laat hem hitten. Probeer hem te hitten, Melvin. Ja, kom op. Nee! Wat? Wat? Mensen, ik heb nu een uur opgenomen. En ja, de lengte van die video is niet bijzonder lang. En ik moet hoesten. Ik probeer het even in te houden. Oké, het lukte niet om het in te houden. In ieder geval, dit was de Hunger Games aflevering voor vandaag. Het was een hele korte aflevering. Maar omdat de server zo geglitst is. En omdat ik een heleboel moet hoesten. Ja, is hier niet veel langer? Nee. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog wordt toch wel gewaardeerd. En ja, ik zit heel erg raar, maar ik probeer het in te houden. Een leuke reactie. Abonneer me ook altijd hier beneden. En dan heb ik nog maar één gezegd tegen jullie. En dat is... Doei mensen!